zijn we begonnen met een spelling. Ondertussen, Isar was hier net ook nog even. Ja, nu is het natuurlijk vakantie. Dus als je echt heel goed je best doet, misschien dat om gaan koken. Oké, dit is wat altijd goed, behalve ja, dat is gewoon top. En het is vrijdagochtend. Sarah en ik hebben net gedoucht en ons haren gewassen. En nu zijn we begonnen met een spelletje. LOL Surprise bordspel. Dat is deze. Mama, dat kennen ze al. Ja, maar ik laat het zien voor iemand die het niet kent. Ondertussen is Shaina er ook. En we hebben zo'n poppetje gemaakt. Oh, wat leuk. En we liggen drie op de trap. Nou, Shaina komt heel even spelen. Totdat niet jij... heel eet. Nou, een tijdje. En dan dadelijk... Meer dan 2 uur. Ja, en dadelijk ga jij dan naar zwemles en dan brengen we jou weer naar mama. Ja. Gezellig. Leuk dat die meiden even lekker kunnen spelen. Ser was hier net ook nog even, maar die was hier in de pauze om Shaina te brengen. Even zo, dat is beter denk ik. En die is nu weer verder aan het werken en dan breng ik ze dadelijk... Dan ga ik Ser naar zwemles brengen. En dan breng ik Shaina even thuis. Dat was goed te combineren. Dus ik ga nu even zoveel mogelijk doen naar huis. Want nu heb ik even mijn handen vrij omdat die meiden samen spelen. Tijd om me klaar te gaan maken. Sarah die is zich aan het omkleden. Die heeft gekleed zwembad vandaag. En ze mogen zich daar officieel niet omkleden. Alleen omdat zij normaal altijd uit school direct komt. En ze zich niet bij de jongens in de kleedkamer. Ze zitten gemengd in een blootje wil omkleden. Doet ze het normaal daar. Maar ja, nu is het natuurlijk vakantie. Oh, af en toe stond dan zoek ik mijn camera. Maar ik ben aan het filmen. Dus dan doet ze daar. Maar ja, nu is het natuurlijk vakantie. Dus nu kan ze thuis. Dus die is gaan het klaarmaken. Oh, die is zo leuk. Ze had iets met de oma gemaakt. Die is gelijk met mijn moeder jarig. Dus die heeft de sleutelhanger gemaakt. En mijn moeder ook met 10, 10, 10. Dus ze zijn allebei op 10, 10 jarig. Die zat nog in mijn tas. Dus heb ik er nu even uitgehaald. Wat wilde ik zeggen? Ik weet het niet meer. Oh ja, ze kan zich nu dus thuis omkleden. Dus daar is ze mee bezig. En dan gaan we de deur uit. Sarah staat zwemles. Sorry, Eva. Oh, je wil niet in beeld. Mijn ogen dicht. En het ging goed, hè? Ja. Ja, echt super. We hopen dat ze in jullie mag afzwemmen, maar... Ze is natuurlijk... Ik denk het. Ja, je bent maar heel kort bezig voor B. Dus het zal deze en anders de volgende keer worden. Wat is de volgende keer? Dat is na de zomervakantie. Maar is het nou juni of juli? Juli. Dus als je echt heel goed je best doet, misschien dat het lukt. Deze keer. Maar het blijft even afwachten. We zijn weer thuis. Ik had alles al klaargezet net. Dus gelijk tijd om te gaan koken. Oké, dit gaat altijd goed. Behalve ja. De la die schuift uit de houders. En die zet ik er nu weer in. Het is wel opgelost. Hij gleed er gewoon uit. Mooi. Dat was het. Net zo gezellig met Sarah TV gekeken. We hebben een film gekeken. The Mitchells and the Robots. En Sarah vond hem helemaal geweldig. Hij was ook best wel grappig. Nu thee zetten. Marcia komt wel even langs. En dan gezellig kletsen. Ik wil achter de... Oh, de Mitchells tegen de machines heet hij. Hij staat toevallig in beeld. Want de tv stond op Netflix standby stand. Het was nogal gezellig. We hebben echt lang zitten kletsen, want het is echt laat. Alleen soms zit je zo te kletsen, dan vergeet je juist de camera. In ieder geval, dat heb ik vaak, omdat... Ja, niet altijd. Maar ja, we raakten zo in gesprek dat vergeten werd... Ik moet wel zeggen, ik heb nu ook vergeten nog iets te eten. En ik moet altijd s'avonds iets eten. Als ik dat niet doe, dan word ik echt, lig ik in mijn bed. Dat ik heel mijn maag voel, omdat ik denk, het is niet goed. Dus ik ga nog even een appeltje eten. Weer gezond snacken. Ik ben best wel trots op mezelf. Het gaat ook echt goed. Ik merk het echt aan mijn kleding. En dat vind ik heel fijn. Daar ben ik heel blij om. Broeken die bijna niet meer dichtgingen, die gewoon nu weer normaal zitten. Dat is gewoon top. Ik heb mijn appel op. Nou, kom je bij het snoer. Daar.
En ik heb me een beetje aan kant gebracht. Dus ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!